Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In de omgeving van Nederland nog weinig bewolking. Wat lage wolken die de satelliet nog niet zo goed ziet ten noorden van ons land. En die drijven van tijd tot tijd over Noord-Nederland. In de rest van het land schijnt de zon nog uitbundig. Na een frisse start loopt het kwik in de ochtend op naar zo'n 7 graden. Daar komt vanmiddag nog wel iets bij. En bij een matige Noordoostenwind wordt het dan 8 tot 11 graden. Die Noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel wat kouder. Vooral in het noorden drijven wolkenvelden rond. In het midden kunnen die ook uh, aandienen. Maar in het zuiden blijft het gewoon zonnig. Vanavond houden we opklaring in het zuiden, in de rest van het land een gemixt beeld. En de temperaturen gaan omlaag in de nacht, kan het op sommige plaatsen weer net onder het vriespunt komen. Waarna het kwik morgen oploopt naar 8 of 9 graden. Er zijn meer stapelwolken dan vandaag en er zou zich lokaal ook een buitje kunnen vormen. En daar is dan wat hagel of natte sneeuw niet bij uitgesloten. Stelt niet veel voor, de hoeveelheden in de neerslag zijn beperkt. Geldt ook voor de zaterdag, maar ook dan zou het kunnen met een maximumtemperatuur van slechts 7 graden en nog altijd een matige noordoostenwind die het voor het gevoel kouder maakt. Vanaf zondag gaan de temperaturen omhoog, de zon blijft schijnen en het blijft die dagen ook droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.